Afgelopen vrijdagavond was ik 2 straten verwijderd van de locatie van ons congres. Toen ik gebeld werd door een teamlid van KOZP, Kikau Zwart Piet. Ik hoorde geschreeuw en paniek aan de andere kant van de lijn. De persoon aan de andere kant schreeuwde iets onverstaanbaars door de telefoon. Ik vroeg of ze haar woorden kon herhalen. Een angstige stem riep, bel de politie, we worden aangevallen. Toen ik de persoon vertelde dat ik er bijna was, schreeuwde de persoon herhaaldelijk, blijf weg Jerry, laat ze je niet zien. Voor een poosje bleef ik op afstand staan, maar omdat ik mij zorgen maakte, ben ik toch naar de locatie gegaan. De politie was inmiddels aanwezig en op het terrein trof ik een ravage aan. Kapotgeslagen ramen, vernieuwde auto's en angst heerste. Maar ook ongeloof. Hoe is het mogelijk om aangevallen te worden tijdens een vergadering? In Nederland, in de stad van vrede en recht, op Kristallnacht. Beste mensen, wat afgelopen vrijdag is gebeurd was een aanslag op de democratie en verdient een betere respons dan wat we tot nu toe hebben gezien en gehoord. Als we voor vrijdag nog met z'n allen in naïviteit verkeerden dat het om bezorgde burgers ging die KOZP belagen, kunnen we nu concluderen dat het hier gaat om een terreurcel. Een terreurcel die alleen maar zal blijven groeien zolang er geen strobreed in de weg wordt gelegd. Zolang we doen alsof ze legitieme redenen hebben om andere burgers aan te vallen. Wij hebben de dagen erna zoveel mogelijk mensen gebeld om te kijken hoe het met ze ging. Tot onze vreugde zijn de meeste mensen nu meer dan ooit strijdbaar en dubbel gemotiveerd. Maar er zijn ook zorgen. Er zijn mensen die nog steeds geen woorden kunnen geven aan hun gevoel. Die mensen zullen komende weekend er niet bij zijn tijdens de protesten. Burgers die niets fout doen, die slechts gebruik willen maken van hun grondrecht, worden met terreur en geweld de mond gesnoerd. Dan is het zeer pijnlijk wanneer je in de media leest, het was een besloten bijeenkomst, zegt een woordvoerder van de gemeente. De politie heeft ingegrepen, maar de openbare orde is verder niet in het geding geweest. Daarom heeft de burgemeester verder niets over dit incident te zeggen. Hoe zit het met mensenlevens? Weet u wat voor verschil de woorden kunnen maken als woorden als een aanslag op een vergadering is onacceptabel? Of wij zijn blij dat er niemand gedeerd is of we zullen contact opnemen met de betrokkenen en kijken wat we kunnen doen als stad. Of simpele woorden als wij leven mee met de betrokkenen. Een klein gebaar dat uitdraagt dat dit niet in een democratie hoort. Ook al ben je een wit persoon in een land van wit privilege. Want laten we eerlijk zijn, hoe groot zou de verontwaardiging zijn als een groep zwarte mensen of moslims een congres van PVV of Forum voor Democratie of Partij van de Arbeid voor mijn part hadden bestormd? Had de burgemeester zich daar net zo onverschillig opgesteld? Had de premier dan niets van zich laten horen? Had de Telegraaf dan geen woord erover gerept? Hoeveel bewijzen is er nog nodig om onder ogen te komen dat racisme een groot goed is in Nederland. Voordat wij met z'n allen in actie komen tegen racistische gedraging en stereotyperen. Aanstaande zaterdag gaan wij in 9 plaatsen de straten op om onze stem te laten horen. Ook in Den Haag. Het is aan de autoriteit om vreedzame demonstranten en burgers de maximale bescherming te bieden. Zodat wij op een eerlijke, veilige en constructieve manier gebruik kunnen maken van onze grondrechten. Wanneer deze garantie uitblijft, zijn we genoodzaakt om te kijken hoe wij onszelf beter kunnen beschermen door middel van bijvoorbeeld camera's en livestreams. Het is absoluut niet zo dat wij de politie willen ontslaan van hun taken en verantwoordelijkheden. Wij zullen alle medewerkers verlenen zodat de politie hun taken naar behoren kunnen uitvoeren. Maar we vragen vooral van jullie en van de burgemeester dat het echt 5 voor 12 is. Want hoe het bij ons overkomt, is dat er heel veel angst, niet alleen van de mensen die bij KOZP aankomende zaterdag willen protesteren. Maar we bespeuren ook angst onder u om deze mensen gewoon keihard te vertellen dat wat zij doen niet kan. Dank u wel.
Dank u wel.